in de kleedkamer in Zuid-Afrika in Johannesburg, nadat wij er heel erg dichtbij waren, heb ik mij voorgenomen om dit EK te vlammen, om dit EK te winnen en die grachtentocht te maken met een beker. Als je dan hier komt, dan is het zo frustrerend dat het niet lukt. Als ik kijk wat ik de laatste twee jaar gedaan heb om hier te staan. Ik heb me vorig jaar zomer laten opereren aan mijn bovenbeen. Ik heb mijn hele vakantie opgegeven. Ik wilde alleen maar die beker winnen. En zo heb ik ook bij AC Milan gewerkt, extra gewerkt. En ik heb er alles voor gedaan. En ik kan ook in de spiegel kijken om hier top te zijn. Maar we waren niet top. Nu zak over hoofd naar huis. Ja, we gaan naar huis. En alle drie de wedstrijden goed begonnen. Vandaag weer. En het scenario klopte. Hoi Robben, nou doe het dan maar. Robben, pauw! Wij zijn gewoon niet in staat gebleken om het vast te houden. Alle wedstrijden kansen gecreëerd. Van Bommel met het schot, goed schot! We hebben ook kansen weggegeven. Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dat is wel heel erg jammer. Heb jij gefaald? Ik heb zeker gefaald, want we verliezen 3 keer. En ik ben verantwoordelijk, dus ik heb ook gefaald. Het is nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat er binnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Zou er weer een arbitrale brugger worden begaan in zo'n belangrijke wedstrijd? Kroon Daly. En een doelpunt voor Denemarken. Tweede op een wereldkampioenschap. En nu 3 wedstrijden, 0 punten. Het is een hele, hele zware avond voor Nederland geweest. Een heel zwaar Europees kampioenschap. En alle spelers beseffen. Here in Brazil, he's away, he's just going to talk to the beat, it's Narsing!
wel heel erg tevreden over. Dus ja, we staan 5 punten voor en dan nog een veel beter doelsaldo. Dus we staan er goed op.